Ik heb ze weggejaagd. Echt zo'n escalada rapide mensen. Bossy, bossy, godfather, man a OG, man a half humble, man a bossy, fling a rag a rhythm like it's all free. Bossy, house on the coast G, my money so long it doesn't know me, just looking at my kids like I'm bossy. Hallo, het is dag 5 alweer. En we zijn net wakker geworden in deze mooie kamer. En Niels? Yes, zeker weten. Oh, wat een kamertje. En wat gaan we vandaag ook weer doen, Niels? We gaan wandelen over heuvels heen. En daarna naar de pub. Ik ben nu vanuit ons Airbnb. De familie die, zeg maar, die ons in huis heeft, is allemaal even weg. Dus dacht, dit lijkt me even een mooi moment om een beetje dingen van het huis te filmen. Niet dat ik denk dat het niet zou mogen, maar goed. We zijn vanochtend alweer redelijk druk bezig geweest. We zijn bezig gegaan met het uitwerken van interviews die we gisteren gedaan hebben. Na het monteren, alles, uitschrijven. Er moeten ook even wat andere dingen tussendoor gedaan worden. We zijn door onze gastheer Theodor uitgenodigd voor een 4K walk. En dat is wel iets pittiger dan een gewone 4 kilometer wandeling. Want met alle heuvels die ze hier hebben. Het hoogste dorp in Ierland. Ja, dus het wordt zwaar. Maar goed, we hebben ook weer zin in. Ja, natuurlijk. Wij zijn hier nu, ik weet niet precies de naam van het dorpje, dat is misschien een beetje slecht, maar goed. Maar ik weet wel dat het dorp is het hoogste dorpje van heel Ierland. En daar gaan wij een 4K walk doen. Een pittige schijnt. Ik ga even kijken hoeveel mensen hier zijn. Zeg maar. En Nathan, wat verwacht je ervan? Zere benen. Ja, dat kan. 4 kilometer, dat valt wel mee. Maar heuvelachtig, dat is het wel heel zeker. Maar goed, er zijn heel veel mensen. En we zullen zo even terugkomen op de reden waarom dit georganiseerd wordt. Goed, we hebben nu denk ik 10, 15 minuten erop zitten. Er is een lange stoet hier achter ons. Die zijn al voorbij gegaan. Kom on! Nee, het is geen wedstrijd natuurlijk. Het is wel een lekkere wandeling voor het goede doel. Maar even serieus hoor. Kijk deze omgeving. Het is prachtig dit. Ik heb al een aantal shots van deze omgeving laten zien, maar ik denk niet dat ik ermee op kan houden, want ik word hier bijna stil van. Nou, je ziet een aantal mensen hier gewoon lekker rustig wandelen. Zoals wij nu ook een beetje doen. En een aantal mensen die echt een beetje proberen te rennen. Persoonlijk ben ik wel blij met de beweging ook. We zitten eigenlijk grotendeels op onze reet te schrijven, te monteren en zo. Dus ja, goed. Nu heb ik mijn hardloopschoenen wel meegenomen, die ik nu ook lekker aan heb getrokken. Met het idee ook om te gaan hardlopen. Nou, nu kwam onze gast hier met dit idee. En ik vind dit echt fantastisch. Deze man heeft zich aan de ene kant goed voorbereid met een korte broek. Maar hij heeft vervolgens wel een mooie regenjas aan. Ja, ja, ja. Nathan mogen ze wel, mij niet. Oh, toch niet. Nou, we kwamen nog een bordje voorbij. En daarop stond Paddy Molly's Bar. Oh, daar is hij. Raak een biertje, dat gaat er nu al in. Dat is muziek in de oren van een student. Maar wat dan wel weer nadelig is, in de oren van de student, er stond nog een bordje achter van 1 mile. Dus we moeten nog een eindje lopen. Nou, maar goed, dat is een biertje verdienen, hè? Cheater. Vals speler. What kind of charity does that? Okay, from Mia's house, for the people who have suicide. Yeah. And we're going towards different hospitals as well that are using police car equipment for everything like this. Niels en Theodor die lopen al een stukje voor ons.
Ja, dat is vanzelf weer één. Nee, joh, het is zondag, man. Even een beetje tranquilo, toch? Een beetje tranquilo. Een beetje tranquilo. Oké, okay, we zagen net dus, even bij een pauzepunt, zagen we een bordje voor 2 maal. Zeg dat Vanessa Carlton er nog 998 zou moeten nu. Voor de mensen die die grap in één keer begrijpen, ik snap hem niet in één keer. Sorry. Laat maar in de reacties weten of je hem begrijpt. Weer aan het filmen? Ja. Ja, ik wilde net weer een verhaaltje gaan doen. En Nathan? Wat zeg je? Gaat erg lekker toch? Bizar. Duidelijk. Nee, gaat wel lekker. Kan je toch alleen maar goed invoelen? Ik wel in ieder geval. Nou, even wat serieuzer. Ik had hem gisteren, voordat de eerste vlog, eergisteren voor het eerste vlog online kwam, had ik hem best wel diep zitten eigenlijk. Ging niet heel goed. Deze wandeling, deze run, doet me echt heel goed eigenlijk. Ik zou bijna niet sterker rennen, alleen ik heb een lief blessure. Maar nee, dit is echt gaaf. Maar goed, dat zijn ook dingen die ik moet delen. Vlog maken van deze reis. Het moet ook enigszins persoonlijk zijn, toch? Ik denk het wel. Ik moet even zo zeggen, ik weet nu ongeveer hoe YouTubers burn-outs krijgen. En ik had nog eens een video online destijds. Maar goed, door deze wandeling voel ik me echt een heel stuk beter. Dus nee, dit is wel echt een ervaring. En de gedachte erachter is ook nog heel mooi. Now I'm standing beside our host at the Airbnb theater, and today we walked 4 kilometers. And why did we do that? Today was a benefit for the Toomey family who had got wiped out in Cornwall in UK, coming back from vacation. So every year since they have a fundraising benefit. Some of the money goes into suicide awareness, some goes into critical condition in the hospitals that they spend some time in the UK. It's been 8 years since our friends have died. This is the seventh event. It's like we just keep up the tradition. It's like a big family occasion. Everybody gets together. We walk, run, cycle, play some games, fundraise, have a good time. Ik kan de mensen wel aanraden om hier naartoe te gaan. Moet je maar even opzoeken. Twomey Run. Ja, dat is echt fantastisch, echt fantastisch. Ik ben nou zonder dat er woorden over gewisseld zijn. Heb ik het gevoel dat die kinderen hier achter mij een soort reisje bij mij zitten ofzo. Het staat ook nu eentje voor me. Ik loop ook weer voorbij en dan kan ik weer heel snel voorbij me en dan blijf ik vlak voor me lopen. Ik zie voorbij, dan zijn wij weer voorbij. Nek en nek reis, dames en heren. Nek en nek, kijk, daar komt hij weer. Hoppa. Maar kijk, voor me kom ik bij mij af. Heel goed. Kijk, zie je, hoppakee, weer voorbij. Dit keer met links, hoppa. Aan de linkerkant, dat is voorbij. Benieuwd ze meer gaan proberen te passeren. Lekker lekker, dames en heren. Nou, ik zie nu wat het waard is geweest. Ik zal het zo eventjes omgedraaid zetten. Maar staat dus dat we tijdens de Twomey Family Memorial Weekend het hoogste dorp van Ierland hebben belopen. Vind ik dat mooi. Trots op. Ja, Niels, de run is klaar, hè? Ja, zeker. Ik heb jou het tijd niet. Ik heb een minuutje of 10, dat ik wacht, hè? Ja, naast een beetje achter. Nou, we denken een beetje niet staan. Niels heeft met onze gast hier bij Airbnb even benen gered. We hebben allebei een mooie taal gekregen. Met de hashtag Life is Precious. Ja. Did it go well? Ja? Yeah? Yeah. Do you enjoy it? Yeah. Yes. How many times have you did this? 4 or 5. You even got a shirt. Ah, that's nice. Er hangt hier ook echt een sfeertje van. Alsof het echt een grote familie-reunie is. En ik ben blij dat we daar deel van hebben. Ja, zeker. Het is echt fantastisch hier. Ja, gaat goed. Ja, toch? Ja, zeker. Dus. En zoals ik al zei, gaan bier drinken. In een Irish pub. Goedemorgen! We hebben een klein probleempje. Het is een beetje de enige echte weg die uit dit. Dat is een gat. Wel een prachtig gat. Leidt. Die weg is gesloten. We hebben ook niet heel veel bereik of zo. Dus op deze was het ook niet heel goed. Of we vinden het ook niet helemaal waar we naartoe moeten. Maar, we zijn op de goede weg. Thank you.
Nou, omdat Nielsen en ik dus zelf geen vlees eten en Sander, de andere carnivore, niet in ons gezelschap is, hebben wij besloten dat Tom een vegetarische nugget van ons mag proeven. Ah, okay, ja. Tom, wat zijn jouw verwachtingen? Niet langer in deze hemel, tergende spanning, toch? Tom? Proberen. Kip is lekker. Maar ik heb wel eens voedsel gegeten wat ik echt niet om strot geef. En ik vind dat deze best goed is. We hebben maar even besloten om een korte wandeling te maken met z'n drieën. Ja. Even een korte wandeling, want we hebben de hele dag binnen gezeten. Achter de laptops aan het werken en zo. Uitgewerkt. Vlog van gemonteerd. Dat moet ook nog gebeuren. Gemonteerd, ja. We zijn net even bij deze wandeling gestopt om de afsluiting te doen van aflevering 3 alweer. Persoonlijk ben ik best trots hierop. Eerste keer ook dat ik vlog. De reis gaat heel goed. Tot nu toe. Kijk de volgende aflevering ook weer allemaal. Stay tuned. Vergeet niet te abonneren. Weet dat niet. YouTube, LinkedIn, Facebook, Twitter, Insta. Geen Twitter. De groeten en tot ziens. Joe. Zonder we herenigd worden met de complete freelance redactie. Ik zal invliegen zo.